Door een hoge drukgebied boven de Britse eilanden trokken vandaag vanaf de Noordzee veel wolkenvelden over ons land. Soms brak af en toe de zon door, maar er vielen ook een aantal buitjes, met name in de kustprovincies. Vanavond en vannacht dan blijft het grotendeels bewolkt en vooral in de kustprovincies blijft altijd nog een enkele bui mogelijk. In opklaringen in het binnenland daalt het kwik vrij snel. En uiteindelijk gaat het land inwaarts mogelijk ook licht vriezen. De kans erop is het grootste in het zuidoosten van het land. Onder de bewolking in de kustprovincies wordt het niet heel veel kouder dan een graad of 4. Morgen dan neemt de bewolking weer toe en met name in het oosten en noordoosten kan af en toe wat lichte regen of motregen vallen. Op andere plaatsen blijft het grotendeels droog. Mogelijk dat in Zeeland de zon zelfs doorbreekt. De temperatuur die ligt dan uiteindelijk tussen 4 en 7 graden. In het weekend en ook maandag dan blijft het bewolkt en met name op zaterdag en zondag valt er soms wat lichte regen of motregen. Met 6 tot 8 graden is het tamelijk zacht voor de tijd van het jaar en er waait meestal een matige wind uit het noordwesten. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.